Goedemorgen. 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 Morgen. Hoe was jouw nacht? Prima. Bijna niet. Maar maakt niet uit. Ja, weer een Greenhill video dus. Vandaag waarschijnlijk een wat beknoptere video dan alle vorige keren. We gaan vandaag een paar specifieke dingen zenden. We gaan proberen Think Bold een keer helemaal goed te rijden. En een mooi shot ervan te maken. Lijn met allemaal gaps. En eigenlijk mijn grote quest van vandaag is de grote drop van Mammoet doen. Jij gaat hem voorrijden. Tuurlijk. En ik ga je volgen. Tuurlijk, komt goed. Oké, okay, let's go. Let's go. Oké, let's go. Wat diep. That's what she said. Hey, ik krijg een berichtje. Ah, fuck. Dit is voor Thomas dan opwarming, hè? Voor de grote jumps. Noosbonk. Bah! Manual. Lekker. Probeer je hier de keer zo te gaan. Oké, nou, dan gaan we hier even stoppen. Dan neem ik de GoPro even over van Joff. Jammer genoeg staat er beneden nu niemand. Ik ga hem even ombouwen. Tot zo. Oké, we staan nu boven aan de bocht bij de Mammoet Drop. Daar beneden. Ik ben er fucking nerveus voor. Ik weet het niet. Joff zegt. Eitje. Easy claps. Heb je makkelijk. Ik denk dat we gewoon een running gaan doen en er voor gaan. Yes. Niet te veel nadenken. Boy. Dat was even trillende vingertjes, maar ja, het viel me eigenlijk alles mee. Het is best ver, alleen dit komt van zo hoog en je hebt een lipje, waardoor je ook nog een beetje de hoogte ingeschoten wordt, dat je airtime, het geeft je gewoon overzicht. En de landing is echt perfect diep en ja, dit is gewoon echt perfect gebouwde jump. Tot je zo. Woehoe. Kijk, de video van vandaag draait het natuurlijk allemaal om het behalen van een next challenge. Dit is Darwin. Dag Darwin. Yo. De oude skatemaat van 20 jaar geleden. Die is begonnen met mountainbiken. Eerste keer Greenhill Bikepark en hij wil deze drop al doen. Godverdomme. Oh, dat mag ik niet zeggen, hè? Ja hoor. Ik ben niet monetized, dus pak hem. Ik voel hem wel, hoor. Ja, logisch. Maar je kan hem wel. Je kan hem even voordoen als je wil. Ja, hij gaat achter Sebas aan. Thank you.
Ja, Darwin! Nice one! Kijk, zijn we nogmaals bij de Green Hill Bike Park openingsdrop. Ook Erik wil hem doen. Die landing is nice. Die landing is zeker nice. Daar komen de boys. Nou, Erik nog. Zonder voorrijder. Ja, Erik. Ja, buddy. Oké, we gaan ons nu een weg banen naar het grootste stuk beneden. Grote jumps. Down with me if you want to live. De framebreakers. Een beetje rem hier, want het slaat nergens op. Gaan we even timeshift in. Die hebben we dus nog niet gereden vandaag. Dus hier rechts omhoog. Dan kom ik zelf hier altijd helemaal kut uit. Daar hebben ze die catchberm gebouwd, zie ik. Dat is nice. Dus ik kwam niet tot stilstand voor het eerst in 10 jaar. Wee, hoge lijn. Ja. Oké, nou dan draaien we om. Ik ben gewoon een beetje duizelig elke keer, man. Gaan we verder. Nou. Gelukkig zit er mijn linkergrip los, dat is chill. Oh, dat is wat diep. Waarom kees ik dat? We zijn eventjes Jones en Pablo ingedoken. Dat schijnen we te moeten doen om ergens sneaky door te steken. Hier dus. Nou, dan beginnen mij de zenuwen al te lopen, maar... Het is nu Thomas die dit wil doen, niet ik. Waar maak ik me dan zorgen over? Jezus. Ah, het is de Beyond Rip-Off lijn, zo heet die. Niet Mile High. Oh ja, dit ziet er eigenlijk wel oké uit. Ja. Dus het is drop. Maar dat is wel groot dat hoor. That's what she said! Dit ding is een soort van halve jump. Die moet je remmen, denk ik, hè? Ja, moet je niet echt willen springen. Dan heb je gewoon een klein gapje. Dan heb je een soort van step-up-achtige jump. Kan je chill nemen. Ik dacht dat je daar veel sneller voor nodig hebt, maar kan je gewoon chill nemen. Die tweede is zeker een step-up. Kom je in boven, bocht, step-down. Ja, daar gapje. Hou ik op, hoor. Zeker weten. Ik ben al, als ik die step-up, die achterste step-up... Nou, opnieuw. Als ik die achterste step-up doe, daar vind ik het voor mij mooi geweest. Ja. En dan rij ik gewoon naar beneden. Ja. Oké. Nou, het ziet er gewoon te doen uit. Ja. En eerlijk, ik heb hem ook nog maar twee keer gereden, de hele lijn. En die drop is gewoon niet zo snel, hè? Deze drop? Ja. Je hebt heel korte aanloop, dus je kan nooit hard gaan. Nee, nou ja, ik startte de vorige keer daar. Oh, ineens die wind. Ja, ook voor die grote. Ja. Dat is echt bizar wat een verschil dat is. Okay. Ben je ready, dude? Ik ben ready, man. Oké, let's go. Ik chicken hem. Fuck! Oh, dit is omhoog lopen zo fucked met die poten. Dan zou ik dit in die intro te vertellen dat ik eigenlijk naar Groen of naar Mammoet toe aan het werken ben. Dan sta ik ineens hier bij de whip-off lijn. Ja. Oh. You got this, dude. Let's go. Ja? Ja. Alles behalve clean. Ik ging bijna over de bars, jongen, bij die tweede. Ja? Ja, ik had heel veel gebraked. Ik denk dat ik laag in compressie zat. Oké. Ja, jij gaat hem als geheel rijden. Ja. Mijn god, ik heb het gewoon gedaan.
Oeh, dan was het maar goed dat ik een heel klein breakcheckje gaf daar. Ik ging bij die jump nummer 2 in de lijn van 3 toch echt wel heel erg met een nosedive. Ik denk als ik harder was gegaan, was ik dieper gegaan, dan was ik voorover gegaan. Oeh, dat was best even scary. Oké, ik heb hem net een signaal gegeven dat het hier best wel waait. Maar hij is gewoon aan het knallen. Daar komt hij. Dat was niet kunnen zien. Yes, start spin. Step down. Ja, Thomas! Thor is down, but he's fine. Oh god. Wow. Oh, damn, son. Dat is sneller dan ik dacht, man. Je bent ook door je kniebeschermen heen. Dude, je ging fucking diep. Gesend, toch? Dus ja, dat, ja. Gesend, maar ik had eigenlijk al eerder moeten belen, man. Ja. De voorste gingen namelijk ook niet echt lekker. Ik zag je heel erg weer heavy landen. Ja. Poef. Oké. Slain noemen we dat. Oh shit. Dat is niet de bedoeling. Checken die arm? Ja, schaafhondje. Schaafhondje. Think bold. Een snelle lijn, brede track, alleen maar gaps. Vorige keer gescout. Vandaag gaan we jullie laten zien dat we die ook kunnen rijden. Oké, let's go. Vermoeiend, zeg. Fuck, die is echt vermoeiend. Ik caste die roadcap zo hard. Ja. Ja. Bottom out, jongen. En dit is Joffrey's nemesis. Die had hij nog niet gedaan, hè? Nee. Hoor. Ben je een hommerskeppen? Dit is gewoon een metertje of 4 hoog. En daar is het echt no bueno. Oké, ontspan jezelf. Net als ik op Mammoet. Yes. Ja? Kom maar. Ja, Job! Ja, Job! Ja! Easy! Wat een easy. Wil je hem ook gelijk uitdrukken? Zeg wat je ervan vond. Te makkelijk. Thanks. Oké, Sebas had toch de behoefte aan een challenge. Hé jongen. Ja, zeg maar. We hebben afgesproken als hij heel groomer tot aan de grote drops rijdt zonder zijn voet aan de grond te zetten. Nee, zonder afstappen was het. Zonder afstappen? Nee, zonder voet aan de grond. Ja, hij had gezegd zonder afstappen zeiden we deal. Ja, doe maar deal. Ik krijg een ijsje. Dat was een ijsje. Oh jee. Laat die fiets hem wegzoeken, hè. Darwin, ga naar rechts. Oh, kut. Haal me maar in. Ja. Ja, als je iets vlotter rolt, wordt het makkelijker. Ja. Druk op je voorwiel houden. Heel goed.
Ik ben stuk gestreven van deze kant. Goed naar rechts kijken nu. Ja. Kijk naar rechts. Stuur hem naar rechts. Ja, laat hem een beetje rollen. Goed hoog blijven hier. Ja. Goed zo. Oeh, voetje aan de rot, maar niet afgestapt. Ja, buddy. Goed zo. Laat hem maar gewoon lekker rollen. Alle twee je remmen gebruiken wanneer het nodig is. Yes. Goed zo. Hoog door die bocht. En laag eruit. Oeh. Nee, ik ga afstappen. Jammer. Jij kan heel eind, hè? Ja. Je kan hier gewoon zo overheen rollen. En alle twee remmen gebruiken, Darwin. Die voorrem doet zoveel. Ja. Jammer van het afstapje, hé? Ja. Helaas. Maar je gaat echt heel goed. Nou, kunnen we dan nog een andere challenge bedenken? Ik weet misschien nog een andere leuke challenge die me in mijn hele leven nooit is gelukt. Nou? Je weet toch wel die drie jumps van beneden, ja. Die eerste twee lukken me makkelijk, maar en die dan die verre derde. Als we dan die derde, als mij die derde lukt, wat me nog nooit in mijn leven is gelukt. Ja. Iedere keer land ik of plat of kees ik hem helemaal. Dan is het goed. Oké. Okay. Ja, derde jump. Einde van Canadian Tuxedo. Heel goed. Verraderlijk is die, hè? Je kan het. Gewoon laten rollen. Naar de rode bocht kijken. Ja, man. Goed zo. Kijk, hier kun je gewoon zo. Poep, poep. Ja, man. Yes. Goed zo. Net niet gehaald, maar nu gaan we dus voor die de secundaire derde challenge. Alle jumps daar. Ja, die allemaal, hè, nu. Ja, ook die vierde. Ook die vierde. Ik bedoel, die vierde is spannend. Ja. Vierde is... Er komt hier niks. Dit is gewoon kleine mini-dropjes zo. Ik begin blaren te krijgen. Wat? Nee, niks. Ja, knallen. Ja, je had hem! Ja, buddy! Zo, je ging ook diep op die andere. Ja, omdat anders deed hij sluiten. Yes! Ik ben bijna Thomas mode. Ja, Thomas mode. Haal hem nog steeds niet. Oké, hopelijk nog genoeg accu over. Darwin, oude skater! Hoho! Oké, gas, geef hem was, gas, trappen. Ja, Darwin, trappen. Yeehoe! Niet remmen. Lekker pik. Goed gewerkt. Ook nee. Ja. Niet remmen bij deze. Even wisselend naar Sebas.
Ja, yeah, buddy. Ik pak hem helemaal poep. Ja. Zo, dat was me het dagje wel. Mammoet drop. Heel mammoet gereden. Andere boys hebben de Green Hill drop gedaan. Thomas heeft de Beyond Whip-Off Line helemaal gereden. Ik het bovenstuk. Jammer genoeg, zieke crash van Thomas. Dank jullie wel, boys. Zijn cranks verbogen, dus de dag was voor hem helaas voorbij. Sebas kilt het op zijn nieuwe fiets, hè? Zijn nieuwe Spectral. Het is gewoon een volwassen maat, what the fuck. Lekker. Oude Skaters Unite. Ja. Boom. Fiets pas een jaartje. Ja, nog ineens. Yeah. Zo, na een lange dag fietsen in Green Hill, maken we hier langs de weg in Duitsland nog even een panbami. Om in Rotterdam lekker uit het raam te pleuren. Hi.